Sterrenbeeld Waterman, Waterman van harte. Welkom op dit kanaal. Leuk dat je komt kijken naar jouw nieuwe maandvideo voor de maand november 2024. Voor alle nieuwe kijkers natuurlijk ook van harte welkom. Mijn naam is Mireille van Rijn. Alle informatie staat hieronder in de beschrijving van deze video. Alle winnaars van de vorige maand voor alle vaste kijkers die staan ondertussen bekendgemaakt. Dus ben je nieuwsgierig, check gewoon eventjes dit kanaal. En ook deze maand heb ik weer hele leuke prijzen voor jou. Waaronder het Pad van Ontdekking Tarot. Wordt je aangeboden door tarot.nl. Uiteraard ga ik daar straks ook mee werken. Daar maak je kans op de Maanagenda 2025. Heb je gewoon per week een overzicht van alle maanstanden en tips en dergelijke staan erbij. Voor de astrologen onder ons, want er kijken ook verschillende astrologen naar dit kanaal. De bekende Astroagenda 2025. Die is echt alleen als je met astrologie werkt, anders heb je er niet zo heel veel aan. Dus alleen astrologen of mensen die daar mee bezig zijn, kunnen daar beter op reageren. Want ik wil wel dat alle cadeautjes terechtkomen bij de juiste personen. Kijk eens even, de maanscheurkalender, leven in harmonie met de maan 2025. Dan trek je dagelijks een nieuwe dag met nieuwe informatie over de maan van die dag in die fase. Dus hoe leuk is dat? En dat wordt je allemaal aangeboden door Hayeva Uitgeverij. Alle kaartendecks komen uiteraard bij Koppenol Uitgeverij, dus tarot.nl vandaan. En ja, genoeg daarover. Info staat natuurlijk altijd in de beschrijving wat allemaal van belang is. Ik ga de kaarten lekker schudden voor jou. En dan gaan we eens kijken, Waterman, wat voor jou belangrijk is. Zo, daar gaan we. Waterman, wat is voor jou de boodschap? Ik ben heel erg benieuwd. Oh, de gehangene valt er al uit. Kijk eens eventjes. Neptunus energie. Creatieve fase. Met, wauw, de hoge priester. Goedemorgen. Zo, je krijgt advies van jouw hogere zelf. Onder andere. We gaan natuurlijk even verder kijken, want dit wordt heel spannend. Zwaarde 4. Dat is hieraan vooraf gegaan. Samen met de schildknaap van zwaarden. Dus dit laat mij eigenlijk zien dat er van alles gaande is. Maar dat je eerst eens even tot rust moest komen. Door ja, wat ik een beetje volgens een strijd. Het lijkt wel of je een bepaalde strijd hebt gehad. Een strijd hebt gestreden. Ridder van schildknaap van zwaarden. Moet het wel goed zeggen. Ja, heeft toch ook wel met studie te maken, nieuwe mogelijkheden te maken, nieuwe ideetjes die ineens binnenkomen bij je. Let wel op geklets, roddel en achterklap. Dat zeg ik altijd bij die kaart, omdat dat vaak daar wel een bode van zou kunnen zijn. Nu kun je daar niet iedereen gelijk van betichten, maar wees gewoon een beetje alert daarin. Oké, dan hebben we hier, wauw. Goeiedag, hé. Staven 10. Je ziet het ook, een dame met een tas vol staven, die heel zwaar is. En die ligt op het inzicht. Je zit in die overgang naar een heel nieuw verhaal, naar een heel nieuw begin, naar een hele nieuwe structuur. Het is een beetje veel geweest voor je. Je hebt veel strijd gestreden. Hier ligt ook duidelijk, je moet nog bijkomen. Je zit nu ook nog in die fase van de gehangene en de hoge priester. De hoge priester is een raadgever, een adviseur, maar ook trouw zijn aan jezelf. Trouw zijn aan alles wat je al weet. Gehangene, ja, dan kan je een beetje het gevoel hebben dat je vastloopt. Maar kijk, het is heel simpel. Hier hang je op z'n kop. Totdat je het vanuit een nieuw perspectief kunt bekijken. En dan ben je er weer. Dan heb je hem. Dus laten we kijken wat de volgende kaart voor jou mag zijn. Zwaarde 2. Je bent eventjes geblinddoekt in die zin. Wat moet ik nu doen? Ga ik links, ga ik rechts? Welke keuze moet ik maken? Je ziet het heel even nog niet, maar forceer geen keuzes. Staven 5. Zie je, dat moet nog eventjes een beetje uitgevochten worden. In die zin, welke vorm ga je aannemen? Samen met, halleluja, bekers 9. Alsof je de bingo hebt gewonnen, de loterij hebt gewonnen. Heel erg mooi, want daardoor zie je eigenlijk dat er heel veel veranderingen komen.
En als je niet weet wat je moet kiezen, ja, soms moet je knopen doorhakken. Soms moet je even je blinddoek afdoen om naar de werkelijkheid te kijken. En soms moet je even niks doen. Dan komt het antwoord vanzelf. Uiteraard ben je ook altijd welkom voor een persoonlijke consult. Hè. Als dit toevallig heel erg in jouw situatie spreekt. Het kan natuurlijk nooit 100% met alle watermannen resoneren. Maar ja, ik kan me worstelen als je meer wil weten. Voel je vrij om eventueel een afspraak te maken. En misschien heb je hier gewoon voldoende aan. Dan is dat natuurlijk ook helemaal oké. Nou, ik ga eens even met madame Lenneman bettelen. Wat zij hier allemaal voor wijsheden over heeft. Eens even kijken hoor. Hier hebben we een brief. Hier hebben we de roede. De sleutel. Klaverbladen. Eens even kijken hoor. Hier hebben we de vissen. Ooievaar. Vernieuwing. Anker. Vosje. Pak er toch nog maar even een bij. En een lelie. Waterman. Heer hè, is dit. Oké, nou, dat is nogal een verhaal. Laten we eerst ook eens eventjes de romantieke orakelkaart erbij pakken om het verder nog uit te diepen. Wat er nog meer van aan informatie is voor jou, waterman. Eens even kijken. Huwelijksreis, geniet van de vrije tijd die je samen hebt. Samen met, laat je vrienden je helpen. Vraag anderen om steun en accepteer die ook. Er is helemaal niks mis mee. Om af en toe eens eventjes ook om hulp te vragen. Of spreek je eens uit naar mensen die je het vertrouwen wel durft te geven. En ik ga eens kijken wat de wijsheid orakelkaarten jou ter aanvulling geven. Dan gaan we natuurlijk verder even de diepte nog in. Hè? Kijk eens even. Volgens het boekje. Kaart 11, meestergetal. En je loopt eigenlijk, je bent aan het groeien. Je loopt volgens het boekje. Olifanten, vergeten niks. Heel bedachtzaam, heel instinctief. Maar je gaat eigenlijk volgens het boekje. Nou, waar gaan we in verder? Ik leg het even zo neer dat ik alles goed in beeld heb voor mezelf. Zodat ik jou de boodschap zo goed mogelijk kan vertellen. Kijk, even tot rust komen. Niks forceren is voor jou eigenlijk de sleutel, de oplossing. Daardoor kom je tot nieuwe inzichten. Hè? Dat laat ook wel die gehangenen natuurlijk aan je zien. Sleutel is ook een meesterschap. Is ook een stukje heling. Bevrijding. Misschien heb je wel therapie gedaan. Of kom je ineens door die rust. Ga je het ineens allemaal heel anders bekijken. Kijk, en hier hebben we natuurlijk wel. Studie speelt een bepaalde rol. Opleiding, studie, nieuwe ideeën. Iets nieuws leren, nieuwe dingen eigen worden, maar ook nieuwe plannen. Los van dat ik zei, let ook even op kletsen. Samen met die klaverbladen. Klaverbladen is geluk. En hier komt een bericht aan over jouw geluk, waar je nog van in afwachting bent. Dus ik ken een aantal watermannen en ja, dit maakt mij wel heel erg nieuwsgierig. Dus laat me weten waar dit bericht over gaat. Wees je wel bewust dat het op internet staat. Hè? Dus niet zo persoonlijk maken je reactie. Maar ik zou het wel ontzettend leuk vinden als je me laat weten hoe dat zit. Ja, dan heb ik hier die brief waarvan je in afwachting bent. Ik laat hem natuurlijk wel even aan je zien. Kijk eens eventjes, alsjeblieft. Samen met de priester en strijd. Innerlijke strijd, maar ook passie. Je bent nog even aan het vechten. Laat ook die staven 5 zien. Maar je bent nog een bepaalde strijd meester aan het worden. En het lijkt wel of dat met een bepaalde beheersing te maken heeft. Niet dat je onbeheers bent, dat wordt er niet mee gezegd. Maar dat is wat ik een beetje voel. Dat je de kennis wel hebt. Je moet het even allemaal op een plek zetten. En ineens weet je welke route je gaat. Ja, dan had ik hier, heb ik je al laten zien. Hè? Die staaf 10, misschien echt een beetje moe. Tegen burn-out aan zitten. Is misschien wat zwaar. Maar wel dat je denkt, poeh, ik zit er echt even helemaal doorheen. En eigenlijk hebben we dan de kaart vissen, die ook bij deze kaart hoort. En dat is, je gaat weer stromen. Je hebt behoefte aan financiële stroming. Je hebt behoefte aan emotionele stroming. Behoefte aan genegenheid, geborgenheid. Wetende, oké, dit waren de laatste loodjes. Ik zit er wel een beetje doorheen. Hé, maar dit is onderweg. Ik ga weer stromen. Geld is onderweg naar jou. Stroming van allerlei zaken. Wat ik net ook al aangaf. Je had misschien het idee, ik moet een keuze maken. Maar soms moet je ook het universum even de werk laten doen. En niet overal controle over willen.
Kijk, de maan. Maanfases doen ook voor wel een nieuwe maan, nieuwe plannen. Volle maan. Oogsten, beslissingen nemen. Je bent nog een nieuwe vorm aan het zoeken. Heb geduld, want die gehangene Neptunus-energie laat ook zien, het is in running. Alleen, we zien het niet altijd. We voelen ergens wel van, hé, er is onder water iets aan de hand, maar kan het niet pakken. Niks forceren. Kijk eens, bekers 9, hele mooie kaart. Dat is wel waar dit naartoe gaat liggen, Waterman. Samen met, kijk eens eventjes, kwartet. We hebben hier de ooievaar, spirituele dame, maar ook vernieuwing en een volledig nieuw begin. Wat al verankerd ligt, gaat je ook geld opleveren. Vorstje, soms moet je een sluwe vos zijn, maar het heeft ook met heel hard werken te maken. De maan is onder andere een werker, maar ook de vos, keiharde werker. Want een vos zorgt voor haar jongen. Dus zij moet heel hard werken om die jongen te kunnen verzorgen, om die jongens, haar jongen, eten te kunnen geven. En dan heb ik hier de kaart van rechtvaardigheid. Dus ook de heer Waterman, heer Lucht, eerlijkheid, heel erg vanuit het intellect. Bescherming op een bepaalde manier pak ik ook op. En je krijgt straks nog een potje ingevingen dat je echt denkt, goedemorgen, ik kan wel naast Mireille gaan zitten. Laat het gebeuren. Laat het vooral gebeuren. Durf jezelf open te stellen en go with the flow. Ik ga de dieren orakelkaart er ook bij betrekken. Heb je zoiets, ja, van Rijn, joh, hoe werkt dat nou met die kaart? Jij kunt dat ook leren op de Online Academy, mocht je dat leuk vinden. Het is niet moeilijk op de manier waarop ik het allemaal voor jou neergezet heb. Stap voor stap, van A tot Z, leer ik je in heel veel praktische video's. Zelfstudie, eigen tijd. Alle kneepjes van de Lenneman of van de Tarot, als je daar behoefte aan hebt. En ja, hoeft natuurlijk niet, maar ik benoem het wel, zeker als je nieuw bent hier. En ondertussen loopt er een intuïtieve cursus en er wordt binnenkort een nieuwe datum voor de intuïtieve spirituele cursus gepland. Een wesp. Soms steekt het. Nou, ik zal hem even heel dichtbij houden, zo dicht als ik kan. Ja, dat voelen we allemaal wel eens. En we gaan nog even een monologiekaart pakken. Daar gaan we. Boundaries. Out of bounds, moon. Ja. Ik denk dat dit genoeg zegt. Soms steekt het, boundaries. Ga je eigen nieuwe boundaries weer creëren. Heel belangrijk. Kijk, we kunnen daar wat van vinden. Maar Waterman is natuurlijk eigenlijk grenzeloos. Dan denk je, wow, Van Rijn, wat zeg je? Maar Waterman willen heel graag over grenzen heen. Zijn grensoverschrijdend en niet in de negatieve zin van het woord. Ze willen grenzen verleggen. Ze zijn heel breed georiënteerd. Heel erg open-minded. Heel gelijkwaardig, broederschap, gelijkwaardigheid. Dus dat een beetje over randjes heen gaan, dat hoort een beetje bij die avontuurlijke Waterman. Neptunus speelt hier natuurlijk een rol in die zin dat je een beetje vastzit. Maar dat is echt belangrijk, dat je even helemaal weer tot jezelf komt. Zodat je ineens je eigen nieuwe vorm weer mag vinden. Amen. Lieve Watermannen, ik hoop echt heel erg oprecht dat ik jullie heel veel nieuwe inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook veel inspiratie heb mogen geven door middel van deze reading. Wil je meer weten over allerlei mogelijkheden? Check gewoon de beschrijving. Ik wens je sowieso een fantastische maand toe. Wil je kans maken op de kalender, de agenda's of dat leuke tarotdeck? Laat het hieronder weten. Zorg dat je geabonneerd bent en gooi die duim even omhoog. Wat kan ik nog meer vertellen? Ja, voor een direct telefonisch consult verwijs ik je heel graag naar www.puurmedium.nl. Buiten dat je daar terecht kan voor een telefonisch consult, staat daar heel veel informatie op over de betekenissen van de Lenneman-kaart, de Tarotkaart, de astrologie, soulmates, karma, noem het maar op. Wil je iets weten over thema's? Heel veel terug te lezen daar. Dankjewel en tot de volgende. Doei doei!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.